Hike nummer 2. Start vanaf de Office Tourisme de Seix. En dan gaan we een rondje Kos doen. Want Kos is dus niet het eiland Kos, want het is met een C. Dus Ko, misschien Ko. En dan 5 uur is... Ik steer het even over. Bedankt. Een wandeling maken van 5 uur. Ja, circa 5 uur. Wij gaan kijken of wij dat wat sneller kunnen. Dus jij wordt vervolgd tot over 2,5 uur. Want dan ben ik er al, maar dan duurt Vera nog 2,5 uur over. Snap je? De Pyreneeën heb je zo'n 40 beren. En wij vragen ons af, want we zijn nu bijna bovenaan op de top. En weet er iemand of dit toevallig kakken is van een beer? Of paardenkakken. Ik kan me niet voorstellen namelijk dat ze hier met paarden omhoog gaan. Dus dit zou echt bizar. Ja, ik hoop gewoon dat het van een beer is. Waarom? Omdat ik nog nooit een beer in het wild heb gezien. Maar dan hebben we wel een paar regels. En dat is niet wegrennen. Dat is de allerbelangrijkste regel. Niet wegrennen. Alright. We hebben nog gehaald. De top. Classic. Dus Teddy. Geef me een high team, we hebben hem gehaald. Ja! Ja! Yeah, goed jongen. Kijk, we zitten nu op de top nog steeds van Le Cos. Op 1000 meter hoogte, ietsje meer. Centre of Sentier d'Interpression du Cos. En dan zie je dus, zeg maar, dit zijn alle bergen. Met de hoogste berg, de Mont Valier. 2838 meter. De rest is allemaal ietsje daaronder. En live ziet het er dan zeg maar zo uit. Die berg voor ons, dat puntje, daarachter, is de hoogste. En dit is het bos waar we dus in zaten net te picknicken. Dit is omgeving. Alleraardigst. We zijn aan de top, dat hebben jullie al gezien, sorry. Dit is de dubbele info. We zijn geen beer tegengekomen, nog niet. Alles is nog mogelijk, maar even serieus, wat vind ik? Ik maak echt geen grapje. Dat zou ik even zien. Wacht, ik draai. Dit. Is. Nou, oké, laten we zeggen. 90% zeker haar van een beer. Dat zat aan een bordje vast. Het is super stug. Het kan gewoon niet van een mens zijn. Hey, Poefie. Hallo, Teddy. Teddy wil niet op de film. Het is lekker met zijn voetjes in het water geweest. Zij moeten weer stoeren hoor, de waterrat uithangen. We moeten een half uurtje lopen, maar we waren nog even bij een riviertje. Wets, die staat erop. Hey. Oké, we zijn gewoon in een huis, zonder dat hier iemand is. Dit is best wel een vet plaatje. Enorme living. We zijn gewoon naar boven gegaan, er is helemaal niemand. Hier heb je echt een super schattig keukentje. Daar ook nog kamers, even naar beneden. Even naar beneden. Ik kan het niet voorstellen dat je zomaar in iemands huis bent die er niet is. Dat kan allemaal hier. Hij komt pas over 2,5 uur terug. Best wel sick hoor hier. Dit is nog eventjes de buitenkant van waar we zitten. Nee, ik ben aan het vloggen. Ik laat even de buitenkant zien. De naam
Zo Thijs, we gaan ervoor, hè? Vamos, we gaan naar de lac. De lac de la Ilette. Dan gaan we naar de parking. All the way down. That way. But that's up. Net? Nee, we moeten die kant op. En dan gaan we naar een lek. En dat is ongeveer in totaal 5 uur rijden. En dan kunnen we nog kiezen om nog een lak te zien. Maar dat is bij elkaar 8 uur lopen. Kunnen we vragen aan hem of hij dat oké vindt? Zo. Voorlopig heeft hij zijn energie nodig om die zwarte bij te houden. Want die rent hem nu. Oh! Die kat dan. Kennen we. Bijt van je af, hè? Bijt gewoon van je af. Het is maar puppy. Hey. Het is maar puppy. Kom je? Deze is niet normaal groot. Zo fucking groot paard. Normaal, jij een mooi beest, hè? Maar ik trok Teddy even helemaal weg toen hij naar hem toe kwam. Jezus. Wat een ding. Sorry Teddy dat ik je zo in de lucht slingerde, maar beter dan een hap uit je neus, toch? Zit op een kilometer hoogte. 1200 hoor ik. Uur 20, 1 uur en 25 minuten gelopen. Gelopen? Gehiked, letterlijk. Van 1000 meter en een beetje naar 1465. En we gaan naar Étang de la Ilette. Nog 1 uur 15, dat is een meer. Wat tussen allerlei mooie bergtoppen zit. Ja, de paden, die ook niet heel goed zijn aangegeven. Maar tot nu toe gaan we goed. Kan ik een beetje tussendoor kijken? Niet echt, hè? Maar daar, niet te zien, daar komen we vandaan. En Vera is een kanjer. En Teddy ook. Teddy nog meer, vind ik hoor. Ja, Teddy baasje. En ik vind je ook een kanjer. Punt uit. We zijn er bijna. Thijs heeft het al gezien. Ik nog niet. Dit is zo hoog. Kijk nou, vet! Ineens meer. We zijn er jongens, 1800 meter. 1798. Laten we staan. Wow. Pak ook nog even dat. En zitten wij heerlijk met onze beentjes even in het prikkeldraad, het prikkelgras bij dit meer. Ja, ik kan het natuurlijk helemaal niet in beeld brengen, maar dit is op zich wel aardig hoor. Dat is wel aardig. Het lijkt me zo'n holbewoner. Even afkoelen. We zijn bijna bij het eind. Hè? Teddy? We zijn bijna bij het eind. Thijsie, we zijn bijna bij het eind. Zo, voel het wel in onze benen? Nee, we gaan tot hier niet verder. Daarom. Dus wij zijn, het is een aardig, we vinden het helemaal leuk. Nou, die zijn vriendjes. Nou, dat hij nog energie heeft. Hij is bizar. Jezus. Hij heeft het helemaal gered. Powerlunch. De baguette. Eén drempel. Teddy, blijf. Kijk, kom bij mij staan. Okay. Kijk nu voor je. Wow. Zo. Wow, dit is echt schitterend. Gelukkig kunnen we nog wat zien. Als we gewoon binnen in de berg zijn. Oh, het is zo koud ook gewoon. Die waterval. Vet, hè? Heel vet. We hebben we begonnen om 9:30. Dus in anderhalf uur zijn we 675 meter geklommen. Best wel lekker.
goed pad, een grindpad, vrij stijl. Maar hij is wel echt heel vet. En dan kan je naar die waterval lopen. Dat gaan we misschien wel doen, denk ik. Woehoe! Thijsie! Je bent te klein! Ik moet ook nog even zeggen dat we vandaag 6 jaar hebben. Hihi! Is dit met ons gek? Dag 5 van de hiking trip. Vandaag weer een andere wandeling. Waar we een simpele wandeling door 2 dorpen hebben gedaan. Hebben we een hond die er vandoor gaat. Nu zijn we op een vrij hoge berg. 1400 meter, zullen we straks zien. Cor de la Cor, 1395. Nou, dan sta je weer een klein beetje on top of the world. En weer natuurlijk met een prachtig uitzicht. Dus wat ik in ieder geval heb gezien is dat wij die kant op moeten. Daar omhoog. Lekker bezig, randje van een heuveltje hier zo. Passen voor met name de geitenstrand. Schitterend gebiedje weer. Heerlijke wandeling. Jongens, hoe gaat het hier? Gaat het bon? Hè? Gaat het bon? Bon chef. Bon chef. Jongens, het gaat bon. Doei! Wat gebeurt hier? Hey. Zo. Nice. Geen weer ook. Dan? Is een film. Nou jongens, kijk hier, dit zijn we aan het doen. Wandelen en dan heb je het uitzichten. Ja, dat is een beetje wat om draait. Dat is wat om draait. Nou, we zijn er en wat wil je nog meer? Steen en steenkoud. Ik heb echt geen zin. Kom op, het is lekker weer, joh. Ik kan het. Kom op. Jongens, het is zo koud. Ja, dit moet je niet willen. Thijs. Give me a high five. Oké, jij moet er ook in. Ja. Ik ga ook. Ik wil wel even het bewijs, aangezien ik nog half in mijn naakje ben, doen we het even zo. Dat ik wel ook er in ben geweest. En het is reten koud. Een uur en 12 minuten lopen. Cascadars en het meer van Guzet. Fantastico. Dit is het. Wat wij onderweg tegenkomen. Best wel leuk. Bam bam, gang gang. Ja. Waarom? Ja, echt fantastisch. Welkom in het meer van Guzet, de Olympische Spelen van Frankrijk 2019, met 1 deelnemer. Ze gaat voor ons schoonspringen en ze zal beginnen met een prachtige afsprong. In 3, 2, 1, go! Alright then, bye bye!